Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 15 augustus en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb mezelf net klaargemaakt. Ik heb even een nieuwe lipliner getest, maar ik weet nog niet wat ik ervan vind. Ik heb hem iets te hoog aangebracht voor mijn idee. Ik moet zo even mijn kaartje legen, zie ik, want ik heb niet meer de volle filmminuten. En ik ga zometeen even in huis aan de gang. Ik ga eventjes mijn kussens van de bank wassen en ook de kleedjes van de katten, want ik zie dat ze... Ik ruik eigenlijk vooral dat er weer kattenurine in zit. En ik weet gewoon elke keer niet hoe het kan. Want de kattenbak is gewoon schoon. Het lijkt wel als een soort van territorium afbakenen of zo. Om eventjes te laten ruiken van kijk, wij zijn er ook. En dat weet ik wel. Daar hoeven ze niet voor in mijn kussens te plassen. Ik ga dan eventjes in huis hier schoonmaken. Ik moet daarna eigenlijk even aan de gang met wat mails versturen. Daar wil ik ook al een opstart mee gaan maken. Dus ik ga jullie er gewoon bij zetten. Ik ga wel eerst eventjes het kaartje legen. Omdat ik anders misschien niet genoeg minuten meer heb om te filmen voor jullie. En dat zou jammer zijn. Dus dat ga ik zo meteen eerst eventjes doen. En daarna ga ik eerst eventjes die kussens in de wasmachine gooien. En die ook aanzetten. Want dat is wel prettig. Dus ik ga ook weer eventjes de hele bank inspuiten. Want... Ja, de bank is gewoon echt naar vervanging toe. Maar goed, dat heb ik al een paar keer gezegd. Ik moet gewoon eventjes ja, op Marktplaats daarvoor gaan kijken. Maar het is altijd weer een gedoe van hoe krijg je zo'n bank bij je thuis. En je moet van deze bank af. Dus ik ga nu gewoon eventjes het kaartje legen. En dan zal ik jullie er gewoon bij zetten bij het schoonmaken. Ik ben ook weer niet scherp in beeld, zie ik. Hij heeft er weer moeite mee vandaag. Daar ben ik weer. Hallo. Dus ja, ik denk dat ik dat gewoon eventjes ga doen. Ik denk dat ik vrijdag de Action Shop vlog ga opnemen. Dus die spullen die zal ik eventjes naar de slaapkamer verplaatsen. Zodat de katten er niet mee gaan spelen. En dan is het tijd om maar eens wat te gaan doen. Want ja, vanzelf wordt mijn huis helaas niet schoon. One foot in front of the other back. One breath into another. Yeah. Just keep moving. Wow, look within for the strength today. Listen out for the voice to say, just keep moving. Oh, go, 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 figure it out, but don't stop moving. Go, 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 figure it out, you can do this. Out my love, keep on running. You gotta get through today. Send them up in flames, in flames, in flames, in flames. Go, 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 figure it out, don't stop moving. Go, 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 figure it out, you can do this, oh my love. Gotta get through today, yeah, yeah. There, my love, keep on running. Gotta keep those tears at bay. Oh, 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 my love, don't stop burning. Gonna send him up in flames, in flames. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag, volgens mij is het 16 augustus. Ja, het is 16 augustus. Ik heb mezelf net klaargemaakt. Mijn bezoek komt zo, dus ik ga zo even stofzuigen. Dus de opening zal even kort zijn. De katten hebben flink huis gehouden. Als je hier kijkt, je ziet overal plukken haar. Hier bijvoorbeeld, en de tafel ziet er ook niet uit, die gisteren best wel schoon had. Die ga ik zo ook even afstofzuigen. Dus dat moet wel echt even gebeuren. Ik heb, ik kom even laten zien wat ik aan heb op zich. Het is hier wel donker.
een shirtje aan, een wit shirtje met een pomboompje of zo erop. Een spijkerbroek van de Primark en mijn Vans. Ik had van de week, ik moet even mijn groepje, die wil niet helemaal dicht. Had ik mijn hakken aan. Ik had toch wel een beetje zere voeten. Dus ik ga even geen hakken aan doen. Ik ga gewoon even voor de platte schoenen vandaag. Dus ik ga nu even stofzuigen. En ja, dan zie ik jullie gewoon later weer eventjes terug. Ik moet eerst één ding nog laten zien. Voordat ik dit gedeelte van de vlog stop. Dit namelijk. Want dat had ik gisteren in de vlog. Kwam ik tegen toen ik aan het editen was. Dat ik dit niet heb laten zien. Het schilderijtje. Hier staat You Make Me Super Happy. Nou, die tekst die slaat nergens op. Want ja, de katten maken me heel blij. Maar voor de rest is er niet iemand die mij blij maakt. En good things are going to happen. En het leuke vond ik dat je hier van die dingetjes had, zeg maar. Van die soort blaadjes. Die kon je voor het glaasje leggen. Dan kreeg je dit sparkle effect bijvoorbeeld. Dat vond ik wel heel erg leuk. Nu ga ik stofzuigen en zie ik jullie straks weer. Ik ben net terug van de boodschappen en ik zal jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Ik heb de Senseo weggebracht, dus die staat nu ook klaar. Die wordt nu verzonden, dus op zich is dat prima. De katten zijn nu aan het eten en het stofzuigen heeft geen effect gehad, want het is alweer een haarbende hier. Dus ik zit even een appje te beantwoorden. Maar ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Dat is best een tas vol. Die kan er even uit. Allereerst heb ik voor morgen weer frietjes. Super crunchy. De Milka reepen waren aan de ring. Dus ik heb er 3 gekocht met de confetti. Dit is van de Plus. Ik laat het een beetje door elkaar zien. Dat is gewoon even handig. Vanavond even soep maken. Dus ik heb soepballetjes en af en slaap ik voor dinsdag. En spekjes. Ik heb soepstengels gehaald. Voor zondag heb ik sucadelapjes. Ik kocht dit een leuke kaasje. Hij was roze en hij was 50 cent. Ik dacht dat vind ik wel leuk. Heb ik ook nog dikke frietjes. Even nieuwe tomaten spul voor mijn soep. Want ik wist niet of die voor mij nog goed zou zijn. Ik haal er eventjes een handzeep. Het is apple rhubarb. Nou, het was romance. Ik dacht, het ziet er wel leuk uit. Vermicelli. Frikandellen. Oploskoffie, uiteraard. Energy. Ik heb hier nog katten voor staan en 3 pakken wiki, 1 pak chocomel en eventjes hand of alles. Die was op, die ga ik gelijk even in mijn kastje zetten, want ik kap de rest van de training naar boven. Dus ik ga dit eventjes opruimen. Ja, dan ga ik verder ook eigenlijk niet zo heel veel meer doen. Straks lekker douchen en al rustig gaan, straks een keertje eten maken. Gewoon eigenlijk niet zo heel erg veel meer verder wat ik vandaag moet doen. Ik heb toch wel wat dingetjes die ik moet doen. Mailtjes die de deur uit moeten. Dus dat moet ik nog wel even doen. Maar voor de rest vind ik het eigenlijk ook wel oké voor vandaag. Dus ik zie jullie dan gewoon morgen weer. Want ik heb verder eigenlijk gewoon niet zo heel veel meer wat ik kan gaan doen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 17 augustus en ik heb mezelf net klaargemaakt. Misschien vraag je je af, wat heb je een flitsende lippenstift op? Dat klopt, deze ben ik aan het testen voor mijn blog. Van mijn collectie. Maar op zich vind ik het niet heel vervelend. Ik ga hier zo even stofzuigen, want de katten die hebben huis gehouden als een malle. Het is hier onwijs vies. Daarna ga ik eigenlijk de Action Shop nog opnemen, zodat ik die spulletjes ook in gebruik kan nemen en zo. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. En als er daarna nog tijd over is, ga ik even kijken of ik nog verder iets voor jullie kan vloggen. Maar het is nu voornamelijk belangrijk dat de Action Shop vlog op video komt. Want die moet morgen online. Dus dat moet ik eventjes gaan doen. Maar eerst even stofzuigen, want het is hier een beetje vies. Die kan hierin. Dat is eigenlijk een beetje de planning. Ik kreeg ook al bericht dat mijn Senseo is aangekomen bij het centrum waar hij heen moest. Dat was ook heel erg fijn.
En de streepdatum is 7 september. Dus op zich valt dat nog wel mee. Volgens mij is dat een dag of 12. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja, dus nu ga ik eerst even stofzuigen. Wat drinken. En daarna ga ik als een malle. Wow, ik val bijna om. Ik verlies me even weer. De shop nog opnemen voor jullie. Zodat hij morgen online kan komen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 18 augustus en ik heb mezelf net klaargemaakt. Batterijstreepjes niet zo heel veel. Ik moet hem zo even op de oplader leggen. En ja, voor de rest ga ik niet zo heel veel doen. Ik ga straks wel even mijn kwasten wassen. Ik wil eigenlijk boven eventjes wat boodschappen opruimen. Er heeft weer een kat op de bank gespuugd. Dus ik moet dat ook nog even opruimen. Dus ja... Dat moet wel gebeuren. Ik vermoed dat tijgertje het is. Ik heb ook het idee dat ze een ontstoken oogje heeft. Ze had net allemaal zwart spul. Ik weet niet of ik het even kan laten zien. Ik weet niet of ze wil kijken. Tijger. En dit oogje was een beetje zwart. Dat heb ik net even heel voorzichtig weggehaald met een toiletpapiertje. Ze is ook al best wel een aantal dagen best wel miauwerig en aandachtsvragerig. Dus ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Ik ga in ieder geval zo hier even stofzuigen. Ja, ik weet het. Wat is er? Kun je maar praten, hè? Dan wist ik het. Ik weet het niet. Ja, ik weet het. Je bent er ook, hè? Nu zie je het heel goed van het oogje. Ik ga in ieder geval eventjes stofzuigen en... Straks de kwasten schoonmaken kan ik jullie wel even bijzetten. Maar ik ga zo ook eerst even de camera op de opladen doen, omdat hij nog maar één batterijstreepje heeft. Duck ahead.
goedemiddag op deze zondag. Het is vandaag 19 augustus en ik heb net even stofgezogen. Zoals ik al zei, het is zondag, dus ik doe vandaag niet veel. Ik ga straks even mijn foto's maken, maar voor de rest eigenlijk niet echt dat ik iets gepland heb of zo. Op zondag is eigenlijk altijd mijn hangdag. Ik heb gisteren ook niet echt heel erg veel gevlogd. Ik weet het eigenlijk niet. Oh ja, ik ben op een gegeven moment nog even naar boven geweest. Dus vandaar, daar kan ik sowieso niet echt filmen. En ik zit nu gewoon even lekker op de bank. Zit even een spelletje te doen. Voor de rest niet zo heel erg veel. Dus vandaag zal ik ook niet veel vloggen. Omdat ik op zondag gewoon eigenlijk te weinig doe. Ik baal een beetje van mijn bank, want er zitten nu allerlei vlekken in, omdat de katten elke keer op de bank gaan overgeven. Dus dat is een beetje vervelend. Dus ik ga eventjes kijken of ik dat daar iets aan kan doen, zodat ik het een beetje vlekvrij krijg, zeg maar. Dus ik ga even Google kijken of er iets is, een tip of zo. Nu ga ik gewoon nog even lekker bank hangen en even mijn spelletje doen en... Ik ga er maar vanuit dat het vandaag weer niet veel zal worden, omdat ik op zondag nogmaals gewoon eigenlijk niks doe. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 20 augustus en ik heb net al boodschappen gedaan. Ik ging wat vroeger, normaal ga ik wat later, maar dit keer moest ik vroeg, want degene die altijd komt, die heeft vakantie, maar ik kwam wel even voor aan boodschappen. Dus ik ga zometeen eventjes jullie de boodschappen laten zien. Eerst even mijn broodje op eten. En dan laat ik jullie straks even zien wat ik voor boodschappen deed. Het AliExpress pakketje eentje is ook al aangekomen. Dus dat is ook wel fijn. Dus dan weet ik in ieder geval dat dat gewoon aankomt. Maar dan ga ik nu even mijn broodje eten. En dan zie ik jullie straks weer even terug. Ik was ook nog even bij het kruidvat. En daar kocht ik even een Intense Repair conditioner. Een dagcreme. En een oogpotloodje. Want die van mij die was bijna op. En ik heb hier iets gevonden wat is afgebroken. Dus dat ga ik even uitzoeken waar dat van is. Dus dat is een beetje raar. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is volgens mij 21 augustus, ja. En ik heb mezelf net wel klaargemaakt. Ik moet zeggen dat ik vandaag niet helemaal mijn dag heb. Ik voel me niet helemaal lekker in mijn vel. Maar goed, dat houdt wel in dat ik eigenlijk allerlei dingen moet doen in huis. Ik moet de kattenbak verschonen, het konijnenhok moet verschoond worden. En ik wil de douche doen. Dus ik ga zo eerst even wat drinken. Daarna ga ik dat als een malle doen. Want het is alweer later geworden dan ik eigenlijk had gepland. Dus dat moet wel eventjes gebeuren. Ik ga gewoon even muziekje erbij aanzetten. En vaak wordt het dan wel weer iets beter. Maar waarschijnlijk wil je het ook wel aan mijn stem. Ik ben dan gelijk, ik praat dan ook een beetje anders. Tenminste, dat gevoel heb ik zelf heel erg. Maar de kattenbak stinkt heel erg, dus dat ga ik zo meteen even mee beginnen als ik wat heb gedronken. Dus ik ga jullie er gewoon bij zitten voor zover dat lukt. Mijn kaartje is wel leeg, aangezien gisteren al niet echt een productieve dag was, wil ik dat vandaag wel even gaan doen. Dus ik ga het niet te lang maken, ik ga gewoon beginnen aan de dingetjes die ik wil doen. Trapping of drop top Porsche, rollie on my wrist, diamonds up inside my chain. Allergies, straight stunting, can't tell me nothing. Boss up and I'ma change the game. It's my big Bronx boogie, got all them girls shook. My big fat ass, got all them boys hooked. Sweats and dollar bills, now we popping rubber bands. Boys sad with me while I do my money dance. Say, hey, flexing on a gram like, hey, hit that little John, okay, okay. Oh yeah, we tripping and finessing, getting paid. Ooh, don't we look good together? Don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. All night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. Turn heads, turn heads. So tonight I'm gonna show you all. Yeah, when I'm walking with you, I'm watching the whole room change. That's right, we're out here dripping in finesse. It don't make no sense, out here dripping in finesse. You know it, you know. We're out here dripping in finesse. It don't make no sense,
out here tripping in finesse. You know it, you know it. Now slow it down for me, baby. Slow it down for me, baby. Yeah. Slow it down. Huh. Yeah. Our connection's so magnetic on the floor. Nothing can stop us tonight. Zo, inmiddels ben ik klaar. Ik film dit even met de iPad, ik ben heel dichtbij. Ik ben helemaal gesloopt. Mijn douche is schoon, de katten hebben een schone bak en de konijnenkooi is schoon. Dus morgen ga ik weer verder. Ik ben nu helemaal moe. Ik ga ook eigenlijk niks meer doen waar ik jullie bij kan zetten. Dus ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Mijn camera is ook leeg, die moet opgeladen worden. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. En ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je op het belletje drukt, krijg je gelijk een melding zodra een nieuwe video van mij online komt. En als je dit leuk vond, doe dan vooral even je duimpje omhoog en dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!